in de categorie Sportvrijwilliger 2019. Hij krijgt iedereen vanuit eigen kracht in beweging. Piet van den Hout. Hij traint de lopers vanaf zijn fiets. Ad Kouwenberg. Zij neemt op haar werk verlof op om er voor Beach Tilburg te zijn. Natasja Rikkerink. Zij geven de passie voor vrijwilligerswerk generatie op generatie door. Familie Westland. Piet staat iedere zondagochtend klaar. Elk seizoen. Om kosteloos lessen te verzorgen. Hij geeft niet alleen duidelijke instructies, maar handelt als docent ook vanuit het gedachtegoed van Tai Chi. Hij inspireert en zet deelnemers vanuit hun eigen kracht in beweging. Maar ook zelf blijft hij bewegen. Hij draait geen lesje af, is voortdurend actief op zoek naar vernieuwing en bereidt zorgvuldig nieuwe werkvormen voor. Waren alle leraren maar zo? En dan te bedenken dat Piet dit alles naast zijn werk in de IT doet. Tai Chi Club De Oude Warande is Piet uitermate dankbaar. Het leven van de 74-jarige Ad is versmolten met AV Attila. Hij was marathonloper en trainer. Dat lopen is voorbij. Maar het trainen van lopers gaat gewoon door. Op de fiets begeleidt hij zelfs nog de snelste lopers. Ook 's nachts bij het inhalen van het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Tilburg. Een traject van 80 kilometer. Bij de Warandeloop, de Attila Run en de Urban Run draagt hij zorg voor het parcours, inclusief bewegwijzering. En ook in het klusteam van Attila ontbreekt Ad niet. Wat fijn voor Attila dat Ad hoopt dit alles nog heel lang te kunnen doen. Natasja stond in 2006 aan de wieg van Beach Tilburg als penningmeester en trainer. Recent verhuisde het beachvolleybal van de ijsclubweg naar het spoorpark. Velen verzetten hiertoe veel werk, Natasja in het bijzonder. Het werven van sponsoren, verzekeringen regelen voor wat bijna niet te verzekeren is, afspraken maken met de uitbater, vrijwilligers helpen met de ledenadministratie en de website, zelf klussen doen en de andere klussen van koffie en broodjes voorzien. Er zijn om de poort voor een huurder te openen en tegelijkertijd ook nog hyperactief blijven als penningmeester en trainer. Dat is Natasja. Opa en oma Westland waren actieve vrijwilligers bij een sportclub. Hun kinderen, Ruud en Jan, werden dat bij Odulfus, dat opgegaan is in Volley Tilburg. Ruud en Tjawa ontmoeten elkaar in dit vrijwilligerswerk. En ook hun kinderen, Kira en Jitte, worden actieve vrijwilligers bij Volley Tilburg. Dat geldt ook voor Jans kinderen, Aniek en Carlijn. En wat doet deze familie veel? Ze regelen ruimtes om wedstrijden voor te bespreken, vullen flessen met water, regelen teamuitjes, leggen shirtjes klaar, bieden de spelers een luisterend oor, hangen netten correct op, zorgen voor kleding, materialen, scheidsrechters en tablets, voeren uitslagen in en regelen sponsoren. Al 25 jaar. Volley Tilburg zet de familie graag in het zonnetje.